Deze nieuwsuitzending is heel kort. Het gaat over de vraag: is Netflix katholiek? Ik vind van wel, maar wat vinden jullie eigenlijk? Kijk even naar dit stukje. Het gaat over een vrouw. En die gaat met een andere vrouw om. Hè? Dat heet lesbo-seks of zo. Een hele mooie actrice. Ze kan goed spelen, vind ik hoor. Dat zijn geen problemen. Even kijken naar deze scène, ja? Als mijn computer het mee dinges. Die loopt ook allemaal andere dingen te doen. Nou, kijk wat zo werkt, ja? Did you mean that? I did. Ja. Even goed opletten. Dus die vrouw met het zwarte haar heeft net over de telefoon gezegd tegen een andere persoon dat zij met haar haar, en je ziet die intelligente borsten wel, hè, verder wil. Goeie tieten, vind je niet? Of een goede BH, dat kan ook, hè? I want to. Oh, zij wil het, ja. Really, really want to. Ja, ze wil het echt, ze wil er bovenop. Ja. But first, the divorce. Ja. Ja, dat is een punt, hè? Want die vrouw die je nou ziet, die brunette of donkerharige, die is dus zogenaamd getrouwd. Met wie? Een of andere vrouw. Eerst even scheiden. Maar waarom is dat dan? Nou, dan komt hij. Goed opletten. I'm Catholic. Ja. Zal ik hem even terughalen? Gewoon even terug. Gewoon puur voor de gein, hè? Want to. I really, really want to. But first, the divorce. I'm Catholic. Moet ik eraan toevoegen? God zou me kraken. Ja, het is maar wat. I'm Catholic. Ah, precies. Ik vind het wel goede borstij voor een katholiek, hoor. Ik heb ook zo'n katholiek en die heeft van die hele lelijke tanden en van die hele dunne flabbertieten. En deze heeft wel voor een katholiek goede tieten. Ja, mijn mensen, je blijft lachen met die katholiek hoor. Maar ze weten wel goed te kasten. Met goede tieten. Dus dank jullie wel voor het luisteren. En ik zeg geen goede dag. Want dit was al zo leuk op zich.